Goedemorgen allemaal, goedemorgen en welkom bij deze morning routine. Ik ga jullie vandaag meenemen hoe mijn opgang en avond uitzien. In zo'n tijd als nu, in quarantaine. Het is redelijk anders. Ja, zoals je ziet, ik word dus wakker en ik doe al iets lekker mijn gordijnen open. Ik maak mijn bed op en ik ga nu eventjes mijn eigen wassen. Dan trek ik eventjes chillkleding aan of ik kleed me gelijk aan. Ik denk dat ik me in dit geval lekker gelijk aan ga kleden. Ik doe vandaag namelijk ook mijn nieuwe gebleekte broek aan. Die heb ik gisteren gedaan. Mijn t-shirtje. Dus ik ga me even wassen. Ik ga vandaag niet douchen. Mocht je je afvragen van waarom ga ik niet douchen. Ik heb gisteravond gedoucht. Dus het heeft niet zo heel veel nut om dat nu nog een keer te gaan doen. Je hoeft niet elke dag te douchen. Dus ik ga me wel even lekker opfrissen. Goed, inmiddels ben ik aangekleed. Ik heb gewoon een zwart even topje aan en een... mijn gebleekte broek. Maar natuurlijk moet ik ook nog skincare doen. Dat zijn eigenlijk twee simpele dingen. Ik gebruik allebei deze producten van de Kruidvat. Ik neem gewoon een watje. Soms twee in ieder geval. Dit is speciaal ook om puistjes en dat soort dingen tegen te gaan. Dus vandaar. Dus dat gebruik ik. Dat doe ik op mijn gezicht. Om het gezicht een beetje schoon te maken. Dit is dus een soort micellair water, maar deze heeft dus een goede cleansing. En dit is ook voor pukkels en dat soort dingen. En het werkt er best wel in mee. Dus dat is eigenlijk wat ik gebruik. Dit gebruik ik ook 's avonds. Heel soms wil ik nog wel eens een soort serum gebruiken, maar de laatste tijd gebruik ik alleen maar deze twee. Zo. Ja, ik zet deze terug. Pak de crème. Dit is ook voor een best wel hele droge huid. Dit is ook heel erg fijn. En die wrijf ik dat gewoon lekker in. Dan ben ik altijd een beetje wee. Voilà, dat is dat. Zet deze terug. Doe ik even mijn handen af en dan ga ik nog even mijn lippenbalsem doen. Dus dat ga ik die bloemen schort zit hier. En nee, even een handdoekje pakken. Dan is dat voor lipgloss. Die staat nogal hier. Die zie ik nu staan. Oh ja. Ik verplaats nogal eens wat dingen. Alles valt hier uit. Dit is gewoon een original lippenbalsem van de Kruidvat. Het was een beetje wazig, maar het is gewoon de simpelste lippenbalsem ever. Maar ik kan er dus niet tegen. Als mijn lippen droog zijn, is echt vreselijk. Maar goed, dat is dat. Kastje dicht, dan is dat lekker gebeurd. Wartjes gooi ik zo weg. En dan ga ik naar beneden, want ik ga koffie maken. Jullie staan hier op de Body Mist fles die ik eigenlijk nodig heb. Ik wil ook even de broek een beetje inspuiten. Die stinkt nog steeds best wel bleek. Gisteren namelijk, zoals ik al zei, deze broek gebleekt.
wel super tof. Deze gaat trouwens ook hier de kast weer in. Zo. Dus ja, dat is eigenlijk alles wat ik tot nu toe heb gedaan. Heel simpel. Ik ga nu naar beneden, ik ga koffie zetten en dan ga ik terug naar boven. Alhoewel ik hier ook koffie kan zetten. Dus ik denk dat ik het hier doe vandaag. Ik licht eraan. De ene keer wil ik het doe beneden, andere keer doe ik het hier. Ik denk dat ik het vandaag hier doe, want dan kan ik gelijk zo de afgelopen vlog gaan editen. Want dat moet natuurlijk ook nog gebeuren. Goed, dan neem ik het kaartje van gisteren mee, van die in de kamer heeft gezeten. En dan neem ik mijn koffie mee. Dan gaan we naar deze kamer. En gaan we hier editen. Want dat is hetgene wat ik dus de laatste tijd altijd doe. Mijn laptop ligt hier. Die sluit ik aan de oplader. Ik zet hem wel vast aan. Kaartje erin. In een stopcontact. En we kunnen gaan editen. Dus dat is hetgeen wat ik nu zou gaan doen. We gaan even editen. En een kopje koffie erbij. Het is altijd een serieus goed begin van mijn dag. Goed, inmiddels zijn we ongeveer 45 minuten verder. Ik heb er wel lang over gedaan, maar de video is inmiddels aan het opslaan. Dus dat stopt. Ik ben ondertussen een video aan het kijken. En dit is pas echt het moment dat ik denk, oké, ik ga nu mijn telefoon pakken om eens te kijken wat daar allemaal op staat. En mijn broek, jongens. Ik heb net de video hiervan geëdit. Super fijn. Super leuk gewoon. Het zit op mijn lens. Nu dus tijd om mijn telefoon serieus te gaan pakken. En ik kan er niet tegen als er oplaadkabels en dingen blijven liggen. Dus ik pak mijn telefoon. Ik koppel de oplaadkabel los. En die oplaadkabel, die rol ik op. En die leg ik hier in de la. Zodat als ik hem nodig heb, kan ik hem gaan weer pakken. Kijk jongens, het ziet er nog steeds zo vet uit. Goed, nu kan ik dus op mijn telefoon. Wat dat betreft is het echt een beetje OCD. Alles moet bij mij wel echt op volgorde de laatste tijd. Anders word ik echt knettergek. Maar goed, nu is het dus wat tijd. Ik heb een lampje aan het zetten. Dan zie je me iets beter, omdat ik eigenlijk van de zijkant licht heb in plaats van voor. Nu is het dus zeg maar tijd om gewoon lekker op mijn telefoon te gaan. Eventjes te checken wat de dingen zijn en of er leuke dingen zijn. Ik hoop het trouwens. Ik zie dat ik een paar appjes heb. Nou ja, eigenlijk is het voor mij dus best wel heel erg fijn. Omdat ik dus, ja, ik kan dus gewoon alles nu op mijn gemakje doen. En dat ik tussendoor ook eens zit te kijken. En dat vind ik, hou ik gewoon niet zo erg van. Dus ja, ik ben heel blij. Ik zie allerlei berichten, dus dat gaan we eens even checken en lezen. Goed, inmiddels is de video geëdit, geüpload en de laptop is weer afgesloten en opgeruimd. Ik heb de andere broek die ik gisteren gebleekt heb ook even hier opgehangen, zodat het hier iets sneller en beter droogt dan in de badkamer. Het is nu 9:45. Dus al best wel laat. Ik heb langer over de edit gedaan dit keer dan dat ik normaal erover doe. Maar het is nog geen middag. Dus we gaan ontbijten. En we hebben als goed is nog lekkere overbroodjes. Ik had vanmorgen sokken aan. Die heb ik gauw weer uitgedaan. Want mijn voeten zijn weer heel erg aan het irriteren. Ik heb de laatste tijd. Ik heb het al laten checken bij de huisarts. Het is geen eczeem of voetschimmel of weet ik het wat. Maar mijn voeten die jeuken de laatste tijd super erg. Het zijn echt momenten. Ik heb er nu een tijdje geen last meer van gehad. En nu is het weer opeens helemaal terug. Dus ik heb mijn voeten gelijk helemaal ingezalfd en gedaan. In de hoop dat het zometeen weer minder of weg is. Maar ik ga in ieder geval wel even ontbijten. Dus ik ga even een paar broodjes in de oven gooien.
En lekker even eten. Goed, ik heb heerlijk gegeten en ik ga zo even tanden poetsen, want dat moet ik natuurlijk nog wel doen. Ik heb net nog even een extra kopje koffie gedronken en ik heb net lekker samen met mijn moeder de Bolt gekeken. De Bolt en de buurt gewoon. Maar deze broek is nu ook nog goed aan het drogen, eindelijk. En ik ga er natuurlijk vanmiddag nog twee doen en een trui. Maar ik wacht even tot Ashley is, want dan gaan we dat dus met z'n tweetjes gaan we dat in de achtertuin doen. Ashley komt hopelijk zometeen nog deze kant op om de broek te doen. Tenminste, dat hoop ik. En anders ga ik het zo zelf lekker doen. Ben benieuwd. Ik probeer dus een TikTok op te nemen, maar ik krijg elke keer de slappe lachen, dus het werkt niet. Oh, zo irritant. Oké, ik ga het gewoon nog een keer proberen. Zeg maar, hallo. Hallo. Wacht. Ik krijg elke keer de slappe lach. Oh, oké, wacht. Ik wil er nog eentje doen. Zeg maar hallo. Hallo. Harder. Hallo. Doet het niet. Nou, dit is helemaal niet van de drive-in. Wel, dit is een big drive. Waarom zeggen ze dan niks? Dan moet... Zeg maar hallo. Is wel goed. Hallo. Goed, het is weer zover. Ik ga mijn blauwe kleding bleken. Even wat handschoenen pakken. En elastiekjes. En de bleek staat hier al. Broek staat hier. Grijs trui staat hier. We gaan alles bleken. Oké, goed. Inmiddels heb ik beneden, tenminste alles opgeruimd. Ik ben lekker weer bezig geweest met nog een paar kledingstukken bleken. Dat is gebeurd. Ik heb nog steeds mijn broek aan. Ik vind hem nog steeds super tof. Maar daar is het nu in de wasmachine. Dus als hij zo klaar is, ga ik het allemaal uithangen en laten drogen. Alleen is het nu tijd voor het avondeten. Het is namelijk nu 9 minuten over 5. Dus het is ook gewoon tijd om te gaan eten. En ik heb trouwens... een roze hoesje. Ik vind hem zo tof. Dus ik ga het eten doen. We eten heel simpel. We eten gewoon gehaktballetjes met wat groenten. En we hebben allemaal niet zoveel trek in aardappels. We hebben ook niet zoveel zin om aardappels te schillen. Dus die slaan we vandaag voor een keer over. Maar we gaan wel lekker een balletje gehakt eten. Met. Ik denk dat ik een paar spijsjeboontjes ga doen. Ik wat trek in. Mijn vader wil bruine bonen of bonenmix of zo. Dus ja, dat gaan we doen, denk ik. Ik heb trouwens mijn grijze Nike's even aangedaan weer. En dat bedenkt me ook gelijk wel weer dat ik weer nu weer weet hoe lekker die Nike's dus elke keer zitten. Daar ben ik wel echt heel erg blij om. Even mijn toffels hier onder mijn bed zetten. Oh, alles komt in één keer naar beneden. Dat is niet de bedoeling. Zo. Dus ik loop echt overal tegenaan. Maar goed, ik ga het met avondeten doen. Oh, daar zijn jullie. Ik heb serieus 40 minuten lang naar een camera gezocht. En dan stond gewoon al die tijd hier. Oh, oké. Ongelooflijk. Goed. Ik zit in de camera hier tegenover. Want zodat ik hier zo min mogelijk herrie maak. En zodat dit nog lekker kan drogen. Maar... mijn lipgloss of mijn lippenbalsem hoort je niet. Dat is de één ding, sowieso. Had het idee om morgen lekker jullie mijn dag te laten bepalen. Ik ben trouwens ook omgekleed in chill kleding. Ik heb een chill vest aan, topje, joggingsbroek. Hieronder zit een korte broek, want daar ga ik in slapen. En ik loop lekker op mijn blote voet. Want dat vind ik gewoon lekker. Ik ga even een maskertje opdoen, dat idee had ik. Dus dan gaan we dat ook maar gewoon lekker doen, denk ik. Even kijken hoor, heb ik hier nog maskertjes staan?
toppie. Ik ga het ook lekker in de kamer hiernaast doen. Eerder dat het allemaal droog is, zijn we toch wel eventjes verder. En dan ga ik jullie even uitleggen wat de bedoeling voor morgen is. Want daar heeft ook impact op nu. Het is namelijk zo dat ik morgen jullie mijn dag wil gaan laten bepalen. Of in ieder geval mijn volgers, mijn Instagram volgers. Dus dat gaan we morgen ook gewoon doen. Ik ga jullie even hier neerzetten. In de hoop dat het zo een beetje gaat. Ik doe de stoel zakken. Dus dat is morgen eigenlijk een beetje het idee en de bedoeling. Ik ga nu ondertussen eventjes een maskertje opdoen. Maar ik heb dus net al op Instagram een poll gezet. Wat ik dus morgen, hoe laat ik er dus morgen uit moet. En voordat ik straks ga slapen ga ik checken. In de hoop dat mensen, ja ik weet niet, kijken wat ze zeggen. Dat ga ik morgen doen. Ik heb dus een poll geplaatst of ik morgen om 7:15 uit bed moet. Of om 9:10. Dus ik ben heel erg benieuwd wat er gestemd wordt. Ik krijg gelijk op mijn appjes binnen. Ik ga straks bijvoorbeeld ook 2 outfits klaarleggen die ik morgen doe. Tenminste, die ik morgen aan wil. Tenminste, waar jullie tussen mogen kiezen. En ik dacht, aangezien het toch lekker een chill avondroutine dingetje is, dacht ik, ik ga gewoon ook lekker een maskertje opdoen. Dus vandaar dat ik dat nu lekker aan het doen ben. Dit is natuurlijk niet een elk avonds dingetje. Maar wel voor vandaag. En heel eerlijk gezegd heb ik dit wel eventjes verdiend. Want mijn gezicht is de laatste tijd echt crap. Het is echt niet wat het moet zijn. Dus daarom vind ik dit wel even lekker om te doen. Verder eigenlijk een heel rustig avondje gehad. Ik heb lekker hier de hele avond filmpjes zitten kijken na het avondeten. En verder heb ik niet zo heel erg veel gedaan. Eigenlijk zien mijn avonden er laatst altijd wel heel erg rustig uit. Dus dat is ergens ook wel heel erg lekker. Dus het is nu een kwestie van het maskertje opdoen. En het even lekker laten drogen. Want dat is wel fijn. Ja, ik ben gewoon heel erg benieuwd ook wat er vanavond allemaal nog wordt gestemd op de polls die ik zo meteen nog ga plaatsen. Normaal breng ik dit trouwens ook niet met mijn handen aan, maar met een speciaal kwastje. Maar ik had dus geen zin om dat nu te gaan pakken. Dus ik dacht, ik ga gewoon lekker het met mijn vingers doen. En normaal neem ik niet mijn hele gezicht mee, maar vandaag een keertje wel. Dus dat is ergens ook wel weer eens lekker. Echt weer eens compleet wat anders. Haar is waarschijnlijk zometeen wel roze, maar ach, dat maakt niet zoveel uit. Zo, maskertje zit erop. Jullie zijn wel heel erg overbelicht trouwens. Ligt dat aan die gekke lamp hier? Ik denk het wel. Mag ik even mijn hand afdoen, dit even opbergen en wachten tot die opgedroogd is. Goed, het masker is bijna droog, maar nog niet helemaal. Dus ik ga jullie gewoon even mee naar de kamer. Het is trouwens inmiddels 9:45. Ja, het is 9:45 al jongens, had ik niet verwacht. Ik ga nu namelijk mijn outfit uitzoeken voor morgen. Mijn raam staat nog eens open, dat is best fris merk ik nu. Ik zie er ook echt totaal niet uit zo, maar neem het maar alsjeblieft even voor lief. Ik ga 2 outfits uitzoeken voor morgen, aangezien ik morgen, dus wel gewoon lekker thuis ben. Wat voor weer wordt het morgen? Voor het geval ik de deur morgen uit moet, ik heb geen idee. Morgen wordt het
15 graden. Geen regen. Dat is wel lekker. Maar dan hebben we alsnog een outfitje nodig. En het is maar weer de vraag wat. Ik wil, als het morgen past en als hij morgen droog is, wil ik deze blauwe broek aan gaan doen. Die ik dus vandaag heb gebleekt. Maar ja, wat doe je daarop? Ja, ik denk een wit t-shirt. Dus ik denk dat ik mijn Inky t-shirt aan ga doen van Giel. Dus deze hang ik aan de kast. Dat is outfit nummer 1. Maar wat ga ik dan als outfit nummer 2 kiezen? Want jullie moeten een keuze maken. En ik denk dat ik ook wel weer voor een trui ga. Maar dan... ja, waar ga ik voor? Goeie vraag eigenlijk. Volgende. Wat is dit? Een vest. Ja. Ik wil ook wel een vest voor de of een trui voor de andere optie. Maar ik weet dus niet wat. Wat is leuk om te doen? Dat is een vest. Dat is ook een vest. Vest, vest, vest. Ik heb te veel vest in huis, echt waar. Ik kan misschien wel deze aan doen. Een oranje Lion King trui. En dan een effe zwarte broek. Ik denk dat dat wel een goed idee is. Dus ik ga even gelijk even een zwarte broek erbij pakken. Die had ik hier als goed is aan liggen. Yep. Dus het wordt of deze. Of deze. Deze leg ik even aan die kant neer. Dus het is dit. Of dat. Dat. Niet dat. Dat ligt nog te drogen. Dus ik ga het even online plaatsen en kijken wat ze daarop zeggen. Oké. Goed. Ik heb dus de twee kledingopties neergezet en de tijd waarin ik moet opstaan. De tijd waarin ik voor jullie moet opstaan is de tijd die ik stiekem ook wat fijnste vind. En dat is, ik ga hem even voor jullie opzoeken. Dat is voor 100% kwart voor 7 geworden. Dus dat is top. Ik hoop dat het morgenochtend ook nog steeds. Ik ga hem even screenshotten. En dan hebben we de outfit. En dat is outfit nummer 2 geworden. En dat is dus de spijkerbroek met het witte t-shirt van Giel. Dus ook die ga ik screenshotten. En dan gaan we dat morgen doen. Ik ga in ieder geval mijn telefoon nu stilzetten. En lekker mijn bed in. En natuurlijk de wekker zetten. Dus hey Google, set alarm at 6:45 a.m. Tomorrow at 6:45 a.m. Set. Oké. Goed. Ik ga de outfit van optie 1 opruimen. Optie 2 laten liggen. En morgen op tijd op. En morgen een nieuwe vlog beginnen. Dus ik zou zeggen, wil je weten hoe de dag morgen verloopt? Kijk dan zeker de vlog van morgen. En dan ga ik nu lekker slapen. Tot morgen.